Beertube. What up? Sinds die Blow Your Mind rebranding heb je hier op dit kanaal eigenlijk nog geen De Molens nieuwe stijl voorbij zien komen. Natuurlijk, ze zijn overgenomen door Swinkels, bekend van onder andere Bavaria. Er is wat rumoer, er is wat ongetwijfeld wat veranderd. De roerstok wordt tegenwoordig ook door iemand anders gezwaaid dan een aantal jaar geleden. Maar is dat altijd slecht? Ik vond de afgelopen Worf editie gewoon best prima, ondanks dat er waarschijnlijk onder water allerlei dingen niet konden of mochten. En hun barley wine-ish bieren vond ik vaak ook heel erg fijn. Het is enige tijd geleden dat ik überhaupt een bommen en granaten op heb. Maar deze, die trok mijn oog wel. Enerzijds door de kleur geel, van oudsher toch een der favoriete kleuren van dit eigenaardige beestje. Anderzijds door het opschrift vanille. Een van de accenten die ik in biertjes best wel fijn vind. En dan is er ook nog iets met vijg. Wat ik vaak terugvind in barley wines die ik kenmerk als zijnde lekker. Dus wat dat betreft heeft hij alleszins de ingrediënten in zich die een mooi bier zouden kunnen vormen. Laten we eens kijken of dat daadwerkelijk het geval is. We gaan naar de neus. En waar ik een volmoutig bier verwacht, en ik denk ook wel dat het een deel mout is, is het ook echt wel een zweem vanille die hier de kop op steekt. Heel fijn zacht, niet overdadig, niet alsof je zo'n flesje, zo'n adjuncted, waarbij je taarten mee maakt bijvoorbeeld, openklikt. Maar gewoon heel, ik wil zeggen weer, en dat is in de positieve zin van het woord, want het is meer dan subtiel, maar minder dan overheersend, en het klopt gewoon. En ik moet ook wel zeggen, in die neus kom ik niet bij dingen als rozijntjes, want die vanille tik die er, hoewel ik hem subtiel vind, subtiel is, om maar in de naamgeving van De Molen te blijven, is hij wel dermate overheersend dat hij andere accenten lam legt. Althans, daar ga ik gemakshalve even vanuit, want ik verwacht niet dat dit enkel en alleen een vanille forwarded barley wine is. Wat hebben we daarmee te maken? Even kijken. Ja. Een 10% scherpe vijg en vanille uit de Blow Your Mind. Voor mij is dit special series, dus eenmalig, of in ieder geval niet. Voor mij zwart duidt aan dat het niet core range is en wit andersom. Ik weet niet hoe het precies met die barrel zit. Hier is in ieder geval geen barrel aging bij betrokken. Van brouwerij De Molen. Een barley wine met vijg en vanille invloeden, kan ik mij zo voorstellen. Proost. Oh. Hier komt wel een beetje dat frange de kop opsteken wat ik aan rozijntjes wil toebedichten. Maar wel pas achterin. En voorin is het echt niet overdadig. Hij is niet mega plakkerig op de lippen. Hij laat wel een klein pritstik randje achter, zo te zeggen. Maar het is gewoon een heel... Ik bedoel, vaak heb je bijvoorbeeld als je een barrel-aged, bourbon barrel-aged vooral, by the way, hebt, dat er een extra laagje vanille overheen komt uit het eik of uit de Heaven Hill, die dat in mijn beleving ook wel een beetje af kan geven. En dat heeft hij hiervoor in. Hele kleine wrange toets die dat silky smooth een beetje doorbreekt. En dat is zonde, maar niet tergend. Maar ik denk wel dat dit een barley wine is die je niet moet agen. Ik vraag me af als ze dit gaan barrel agen, hoe dat eruit komt. Want de vanille die ik hierin proef, doet mij een klein beetje denken aan die vanille die ik destijds proefde in de Hertog Jan Grand Prestige Vat Gerijpt. 2017,
2018 vanille serie. Waarbij ik van mening ben dat die vanille is toegevoegd na de rijping op een eikenhouten vat. En ik denk dat dat dus over time die vanille omdraait en niet heel prettig meer gaat laten zijn. Voor nu is het een bier van, ik pak, denk een klein halfjaartje oud. En dit is voor mij misschien niet de meest uitgesproken volle barley wine, complexe barley wine. Maar door dat vanille laagje is het wel een barley wine die ik heel fijn vind. Hij is wat voor de masses, denk ik. Hij is wat aan de zoete kant. Misschien wat te zoet. En misschien wat te weinig barley wine is. Voor de echte liefhebber. Maar die vanille invloeden vind ik fijn over een barley wine heen. En dat doen ze hier eigenlijk precies goed voor een bier. Binnen een leuke prijsrange. Wat dat betreft heb ik daarmee gezegd wat ik wilde zeggen. Voor nu zou ik zeggen, Aito, bedankt voor het kijken. Hopelijk tot een volgende video. Proost.